Welkom terug op circuitpark Zandvoort. Om ons heen beginnen de motoren al te razen en de tribunes en de duinen zitten al lekker vol zo vlak voor de race. We gaan eens kijken naar de kwalificatie van gisteren en we beginnen bij de oneven nummers. En Rick Winkelman legt uit waarom. Vanwege het grote aantal deelnemers waren de coureurs onderverdeeld in twee groepen. Een groep met even startnummers en een groep met oneven startnummers. En daar gaan we nu eerst naar kijken. Bij die groep twee van de vier Nederlanders. Guido van der Garde en deze Ros Zwolsman. Zwolsman wist zich net te kwalificeren als 36e en voorlaatste. Was dit het eerste doel wat je jezelf had gesteld, kwalificeren voor de race? Het was niet mijn eerste doel, maar het was wel een van mijn doelen. Noem eens een paar van die andere doelen dan. Ja, een andere doel dat zul je morgen meemaken. Daar zeg ik nog niks over. En met morgen bedoelt hij uiteraard vandaag, want vandaag is het race day. Ook voor Guido van der Garde. Hij start de wedstrijd als 16e, daarmee is hij niet tevreden. Maar van der Garde had in beide kwalificatieruns ook wat problemen. Hij heeft dus in de race een veldterrein goed te maken. Hoe wil van der Garde dat gaan doen? Als we zondag of morgen gewoon een goede start maken en een paar plaatsen naar voren rijden, ben ik tevreden. Kijk, het is gewoon jammer van nu dat het net niet eruit komt. Net vanochtend ook. Als je net die motoren, net die motor net iets hetzelfde loopt als je teamgenoten, net dat foutje niet maakt, ja, dan sta je gewoon bij de top 5. Maar ja, dat is nu het geval niet. Alles telt niet, hè? Nee, ik weet het. Jamie Green was vooraf een van de grote, misschien wel de allergrootste favoriet voor de overwinning in de Marlboro Masters. Green die aan de leiding gaat van de Euroseries Formule 3, zeg maar het Europese kampioenschap. Maar de Brit ging de mist in het schijfvlak. Hij eindigde hoog in het grind. Auto niet al te zeer beschadigd, maar de trots van Green natuurlijk wel. De favoriet komt niet verder dan startplek nummer 10. Canadees Bruno Spengler. Hij rijdt met startnummer 1 en dat is omdat hij in de wagen rijdt waar vorig jaar Christian Klien de Marlboro Masters mee won. Spengler rijdt voor het team van Mücke Motorsport, dus het team van Christian Klien. En van hem wordt ook wel veel verwacht. Hij start de wedstrijd als 8e. Nelson Piquet Jr. Vorig jaar stond hij op pole position, maar speelde de race bij de start. Hij was niet goed weg en dat kostte hem de overwinning. Uiteraard wil hij dat nu beter doen, maar de eerste kwalificatie van Piquet was niet goed. Startrij nummer 6 viel zelfs een beetje tegen. De tweede kwalificatie waar eigenlijk niemand zijn tijd wist te verbeteren, deed Nelson Piquet dat wel. Hij eindigt uiteindelijk op de derde startrij, startpositie nummer 6. Het begin van de race, dan moet Piquet veel terrein gaan goedmaken. Dan heeft hij nog een kans op de overwinning. Lucas Di Grassi, een nog wat onbekende Braziliaan. Zijn eerste jaar in de Europese racerij. Hij is pas 19. Di Grassi rijdt dit jaar in het Britse kampioenschap, heeft hij nog niet zoveel indruk gemaakt. Maar doet het nu bij zijn eerste bezoek aan het circuit van Zandvoort uitstekend. Hij start als 4e, dat had niemand verwacht. De snelste man bij de oneven startnummers was de Fransman Eric Salignon. Omdat hij echter iets langzamer was dan de snelste man bij de even startnummers, en wie dat is zien we straks, start hij niet als 1e, niet vanaf pole position, maar als 2e. Wel de eerste rij dus voor deze Fransman, die vorig jaar ook al deelnam aan de Marlboro Masters, maar toen van de baan afspinde. Deze keer deed hij het dus beter, de snelste in zijn groep. En hij start de wedstrijd dus vanaf positie nummer 2. Ja, zover dus de oneven startnummers met een lichtelijk teleurgestelde Guido van der Garde op een 8e plaats. Laten we nu gaan kijken hoe de groep met even nummers het deed. Bij de kwalificatie voor de even startnummers komen we ook een aantal grote Formule 3 namen tegen. Zoals links in beeld Lewis Hamilton. Hij praat met Nelson Piquet, maar die had een oneven startnummer. En ook Nico Rosberg die we even in beeld zagen, een bekende naam natuurlijk. Een bekende naam in de Nederlandse racerij, maar nog niet zozeer daarbuiten is die van Ferdinand Kool. Hij rijdt zijn eerste Formule 3 race weekend op Zandvoort en mag tevreden zijn met de kwalificatie. Absoluut, we hebben het gehaald inderdaad. Het is een beetje tegenvallend gegaan allemaal. Qua snelheid hadden we beter vooraan kunnen staan, maar ik ben absoluut tevreden dat ik mee mag doen en er gewoon lekker bij zitten. Wat viel er nou tegen dan? We waren heel snel op oude banden en dat verraste me wel bij de top 6. Ja, vorig jaar ben je het snelste Formule Renault rijden en nu sta je 29 in de Formule 3. Dat geeft wel het niveau aan natuurlijk, maar ik moet nog veel leren. Charles Zwolsman was de beste Nederlander. In de vrije training reed hij naar een prima tweede tijd. Uiteindelijk kwalificeerde zich als 13e voor de race. Daarmee kan Charles tevreden zijn, maar hij maakt zich wel zorgen, met name over zijn auto. Ja, misschien wel een beetje. Het is bekend dat wij gewoon wat moeite hebben met de warmte. Dan praat je over wegligging of wat voor dingen? Ja, hij begint te springen. Ik heb het gevoel dat er iets met de dempers aan de hand is, maar daar moeten we nog zien uit te zoeken. Maar wel positief voor de race? Ja. Een goede start maken en is er nog altijd wat mogelijk om goed in de top 10 te eindigen.
Nicolas Lapierre rijdt in dezelfde kleuren als Guido van der Garde. Lapierre is dan ook teamgenoot van Van der Garde. Vorig jaar werd de Fransman bij zijn debuut op de Marlboro Masters gelijk vierde. Vandaar dat er ook deze keer veel van hem wordt verwacht. Maar hij start de race als negen en dat valt toch wat tegen voor deze Fransman. Kijken we naar de Duitser of te vinden, of hoe moeten we hem ook noemen. Natuurlijk heeft hij een Finse vader, Keke Rosberg. Maar hij rijdt al een tijdje met de Duitse nationaliteit, Nico Rosberg, zoon van Keke. Beetje wisselvallige coureur. Het ene moment wint hij zomaar een race, het andere moment valt hij zomaar ver terug. Hij kwalificeerde zich als zevende voor de wedstrijd van vandaag. Adam Carroll, de nummer 2 van het Brits kampioenschap Formule 3. Hij begint de wedstrijd als vijfde. Altijd lastig inschatten de Britse teams en de teams die de Euroseries rijden. Welke klasse is nou het beste? Het lijkt erop dat de Britten een heel goed kampioenschap dit jaar hebben. Al zullen we laten zien dat de eerste startrij wordt ingenomen door coureurs uit de Euroseries. James Rossiter, ook een coureur die in Engeland rijdt. Hij reed zich naar de derde kwalificatietijd. Rossiter, eerstejaars Formule 3 coureur, eerste keer op Zandvoort. Erg knap wat hij deed. Ook erg knap was wat deze, Alexander Premat, deed. Hij was de snelste man op de zaterdag op Zandvoort. 1.32.767 was goed voor pole position. De allereerste Formule 3 pole voor Premat ooit. En een goed moment om dat te doen. Het is mijn eerste pole position, so I think we have do a good job with the team and thank you. It's a good race to have your first pole here at the Marlboro Masters. Yeah, I think it's very important to start in the front and better than pole position, so I have a good chance for the race. Premat begint de wedstrijd dus vanaf de beste startpositie, maar hij heeft nog 25 lange ronden te gaan. Goed, iedereen heeft dus een rondje gereden en dan komen we op de volgende top 10. Alexandre Premat dus op pole position, gevolgd door zijn landgenoot Salin Jong. James Rossiter, de Brit, op de derde startpositie. En Di Grassi, de Braziliaan, volgt hem op de vierde plek. Kijk even mee, Carol Piquet Jr., de zoon van de Braziliaan met een Nederlandse moeder. Nico Rosberg, de Vin met een Duits paspoort. Zo blijven we aan de gang. Spengler en Lapierre en Jamie Green op de tiende plek. En dan onze Nederlanders. Charles Wolfsman op een 13e plek, gevolgd door Guido van der Garde als 16e. Ferdinand Kool op plek 29 en broer Wolfsman Ross op plek 36. Goed, dan is het hoogste tijd om eens de sfeer te gaan proeven op de grid. En natuurlijk staat daar, zoals altijd, ook vandaag onze pitreporter Jack Ploy. Ja, van harte welkom hier op de grid. Premier, mag ik u heel even wat vragen? Ja. Vindt u dit nou heel bijzonder of gewoon? Ja, ik vind het echt erg leuk. De atmosfeer, als je ziet hoeveel mensen hier zijn en die genieten van zo'n spektakel. Alles werkt ook mee, het is prachtig weer. We gaan eens kijken hoe het met onze Nederlandse renner racer gaat, dus ik ben zeer benieuwd. Heeft u maar van succes gewenst of nog niet? Oké, okay. Premier Balkenende op weg naar Guido van der Garde om hem even succes te wensen voor zijn Marlboro Masters. Het is hier heel erg druk. Het is al een beetje warm aan het worden eigenlijk. Er zijn nog maar weinig mensen uit een auto. Even kijken, ik ben zelf ook een klein beetje buiten adem, want ik was op zoek naar de premier. En die vind je natuurlijk niet elke dag. Even kijken hoor, er zal paraplu's hangen boven de auto's. De meeste rijders zitten op dit moment al rustig in een auto. Worden nog wat PR dingen gedaan. Mooie foto's. We gaan even vragen aan Pascal. Pascal, vind je het een succes nu al of nog niet? Ik vind het absoluut een succes. En wanneer zou het helemaal niet zo zijn? Dit is prachtig weer. Mooie auto's. Spannende race gaat het worden, denk ik. Het zal een zeer spannende race gaan worden. Die moet winnen volgens jou. Maakt dat niet uit. Guido, is dat leuk? Het mooiste zou zijn als Guido zou winnen, inderdaad. Maar goed, we zullen het wel zien, hè, Jack. Kijk, dankjewel. Pascal Stolk van Philip Morris, een van de hoofdsponsors van dit evenement, vinden het natuurlijk heel erg belangrijk dat het hier buiten het mooie weer ook goed gereest wordt. Ik ben op dit moment nog heel even op zoek naar een rijder, maar dat gaat niet lukken, denk ik. De meeste mannen zitten in de auto, want het is toch best wel een beetje warm. Ik denk dat het verstandig is dat we teruggaan naar de studio, naar Victor en Tom. Als je dan bent en die atmosfeer hier proeft, dan begint het zeker te kriebelen en dan wil je niets liever dan meerijden. Maar helaas gebruiken wij dit jaar Zandvoort als testbaan. En het reglement van de Marlboro Masters zegt dat je dan niet mag deelnemen aan de Masters zelf. Volgend jaar wel? Hopelijk.
Oké. Okay. We hebben het al eventjes gezien en gehoord ook. Het is gezellig druk hier op Zandvoort. Enorm vol van een wiel. Is ook goed te zien. De grid is vol, maar ook de tribunes zijn goed gevuld. Laten we eens kijken naar de man die op pole position staat. Alexandre Premat, de Fransman. Hij rijdt voor het ASM-team. En dat is het team wat dit jaar eigenlijk wel het beste Formule 3-team is. Ze rijden in de Euroseries met Mercedes-motoren. Iedereen rijdt hier met dezelfde banden, dus daar ligt het niet aan. Maar de auto's van ASM zijn erg ver doorontwikkeld, erg goed doorontwikkeld. En de motoren doen het ook prima achter de rug van onder andere Alexandre Premat. Maar ook achter de rug van Eric Salignon. Dat is de man die zo dadelijk als tweede van start gaat. Dit is Salignon. Twee Fransen dus aan kop van het deelnemersveld van de Marlboro Masters. Fransen doen het wel vaker goed, maar het is toch wel opvallend dat ze dit jaar allebei op de eerste rij staan. Gaan we even wat verder naar achteren, want we lopen even de startgrid af. Komen we bij James Rossiter, die op de derde plek start. En dat is toch wel een verrassing. Rossiter debuteert dit jaar in de Formule 3. Is voor de eerste keer op Zandvoort. Heeft weliswaar van de winter hier een beetje getest, maar niet echt veel. Erg knap dat hij daar nu al op plek nummer 3 staat. Naast Rossiter nog een verrassing. En ook die jongen komt uit het Brits kampioenschap vandaan. Lucas Di Grassi, Braziliaan. Hij start als vierde. Di Grassi is pas 19 jaar. Eerste keer op Zandvoort, ook voor hem geldt dat. Kijken of hij zijn zenuwen zo dadelijk onder bedwang kan houden. Gaan we een stukje verder naar achteren. Komen op startrij nummer 5. Adam Carroll staat tweede in het Brits kampioenschap. Met naast hem Nelson Piquet. En dat is natuurlijk een van de grootste namen uit de Formule 3. Natuurlijk ook door zijn resultaten. Piquet doet het erg goed. Maar ook omdat hij een beroemde vader heeft. Dat is Nelson Piquet senior, de drievoudige wereldkampioen. Die kijken nog even naar Adam Carroll met naast hem in de achtergrond. Daar zien we Nelson Piquet. Terwijl de mensen de grid momenteel gaan verlaten. Het wordt tijd om ze langzamerhand de coureurs met hun monteurs alleen te laten. Uiteraard onder een parasolletje, want het is erg warm op het Speedpark Zandvoort. We zullen rijden, dus ook tijdens de race wat nodige mee te maken krijgen. Drukte van belang, zoals altijd op de grid. Net als bij de Formule 1 wedstrijden, ook hier op Zandvoort. Heel veel VIP's, heel veel mooie dames. En hier wordt het dan wat rustiger om de wagen van Nelson Piquet heen. Hij is Braziliaan, maar heeft ook de Nederlandse nationaliteit, want een Nederlandse moeder. Die moeder is hier ook aanwezig en hij heeft ook wat mensen in zijn team die ook Nederlands zijn, die Piquet het weekend een beetje begeleiden. Piquet van wie veel werd verwacht, maar in de eerste kwalificatie ging het een beetje mis. Hij stond toen nog op de zesde startrij, inmiddels op rij nummer 3. Zal vooral het begin van de race heel veel terrein goed moeten gaan maken en ook willen goed gaan maken. Nog een bekende naam, Nico Rosberg. Ook zijn vader werd wereldkampioen Formule 1, dat was Keken. Nico rijdt al een tijdje in Duitsland door Nico, door zijn vader werd opgericht. Tweede jaar Formule 3, een beetje wisselvallig. Eén moment heel erg goed, ander moment zakt hij ver weg. Kijken wat hij vandaag doet. Voor Rosberg en Piquet geldt dat ze allebei heel hard tegenaan willen gaan de eerste rondes om wat terrein goed te maken. Kijken we nog even naar de startopstelling op kaart, zoals dat heet. We zeiden al, Alexandre Premat op pole position. Daarnaast Eric Salignon. Dan James Rossiter uit Groot-Brittannië. Lucas Di Grassi, de jonge Braziliaan. Adam Carroll, ook hij komt uit Groot-Brittannië. Nelson Piquet, de Braziliaanse Nederlander, laat hem zomaar noemen. Nico Rosberg en Bruno Spengler, de Canadees. Spengler rijdt in de auto waar vorig jaar Christian Klien kampioen mee werd, de Masters titel mee haalde. Nicolas Lapierre is teamgenoot van Guido van der Garde. Hij start als negende. Jamie Green, de kampioenschapsleider in het Europees kampioenschap Formule 3, de Euroseries, start als tiende, zal niet blij zijn. Frank Pereira, Danny Watts, Charles Schwarzman dan, de beste Nederlander, plek nummer 13. Lewis Hamilton, zijn teamgenoot, Alvaro Parente op 15 en Guido van der Garde, start plek 16. Dan wat verder terug in het deelnemersveld. Marco Asmer, leuk toeval, ook een teamgenoot van Guido van der Garde. Clifford Pichon op 19 komt het Monaco, die jongen. Roberto Strijd, weer een jonge Braziliaan. Danila Rosa, Andreas Zuber, Adrian Sutil en Danilo Dirani. Een nieuwe Braziliaanse sensatie, maar nog iets te onervaren om het deze race al erg goed te gaan doen. Alexander Margaritis verwisselde vlak voor deze race van team en dat werkt nooit echt goed. Staat daarom ook slechts 25ste. Fairuz Faudi komt uit Maleisië. Paulo Mantin is de oudste deelnemer, 27 jaar. Marshall wist zich maar net te kwalificeren in de laatste fase van de tweede kwalificatie. Ferdinand Kool, de eerste keer met de Formule 3 in een race op Zandvoort, deed best wel goed, 29ste. Thompson uit Engeland, 30ste. Maximilian Guts, vorige week werd hij nog geopereerd. En nu is hij er gewoon bij, 31ste. En Tom Kimber-Smith, 32ste. Dan de laatste coureurs die mogen meedoen aan de Marlboro Masters 2004. Dat is Neuhauser uit Australië. Hierna kan de Japaner, de enige die er al voor de derde keer bij is.
Greg Franchi, onze zuidenbuur, Ross Zwolsman, de jongste van de twee Zwolsman-broers. En James Walker, de man die gisteren als langzaamste trainde. Maar dan nog was hij maar 1,4 seconden langzamer dan Alexander Premat, die naar pole position rijdt. De eerste 24 coureurs reden binnen 1 seconde van Premat. Dat noemen we dus close racen. En intussen zien we alle coureurs vertrekken vanaf de pre-grid. Altijd even een spannend moment. Wil de auto starten? Kom je goed weg daar? We zien ze allemaal nu vanuit de lucht op het circuit rijden. Altijd eventjes de auto aanvoelen. Wat doet de auto? Voelt alles helemaal goed? Kijken naar de baan. Waar ligt er zand? Er zijn natuurlijk meer races vandaag. Altijd even goed om te kijken. Want misschien ligt er in de ene bocht wat meer zand. Dus daar altijd even oppassen na de start dan. Natuurlijk zien we alle coureurs slingeren om enige temperatuur in de banden te krijgen. In de Formule 3 is het gebruik van bandenwarmers niet toegestaan. Dus zodoende moet men aanvangen met redelijk koude banden. Dat is ook de reden dat men zo erg aan het slingeren is om de banden te warmen. Veel proefstartjes maken om extra temperatuur in de achterbanden te krijgen. Ondanks het vrij geringe vermogen van 212 pk zien we altijd veel coureurs met enorm veel wielspin bij de start. Door de banden goed op te warmen wordt dit natuurlijk een stuk minder. Kijken we nog even naar de uitslag van de warm-up die we vanochtend hebben gehad. Want die was toch wel verrassend. Alexander Premat, dat is dus de man die op pole position staat, reed daar maar de achtste tijd. De snelste tijd werd gereden door Nico Rosberg. Dat is de vriend die dus als zevende start in de warm-up liet zien dat hij daar eigenlijk niet thuis hoort. En ook verrassend, de tweede tijd, die was voor Guido van der Garde. Hij rijdt met de rode auto, start nummer 9. Hou hem dus in de gaten, want de warm-up ging uitstekend. Tegenvallende tijd trouwens in die warm-up was voor Charles Zwolsman. Hij reed de 27e tijd. Hij vertelde al, als het warm is, heeft mijn auto wat problemen. En dat was ook wel duidelijk. In diezelfde warm-up zagen we vanmorgen Lewis Hamilton en Roberto Straat heel hard van de baan afschieten in de Marlboro-bocht. Een eigenlijk hele vervelende doordraaier in een rest die toch al gauw met 165 km/u wordt genomen. Kom je daar eenmaal met twee banden naast de baan aan de buitenkant, is het heel erg moeilijk om de baan weer terug op te sturen. En dat ondervonden Hamilton en Straat dus ook vanmorgen. Gelukkig zien we ze hier allebei weer in hun crit-positie rollen, dus ze zijn er weer bij. Oké, we zijn er klaar voor. Een van de belangrijkste momenten van het autosportjaar 2004. 800 miljoen huishoudens kijken met u mee en reken maar dat de tv's bij de Formule 1-teambazen ook aanstaan. Heel veel mensen op de tribune in de duinen en 37 coureurs aan de grid. Allemaal willen ze winnen, maar slechts één zal straks Marlboro Master zijn. De auto van Maximilian Guts en dit is de achterkant van het veld. De laatste van de 37 coureurs die langzaam naar hun startpositie rijden. De coureurs die vooraan staan, staan dus al een tijdje stil. Daar zullen ze niet blij mee zijn met de hit die momenteel op Zandvoort heerst. Rechts Alexander Premat, de man op pole position. Links Eric Salignon. Maar kijk ook vooral naar wat erachter gaat gebeuren. Die eerste rijden, de eerste paar rondes. Heel, heel belangrijk in de Formule 3. Met je startlichten moeten gaan, de wielen staan klaar. En we zijn weg, 25 ronden. Moeizame start hier in het middenveld. Maar vooraan gaat alles prima. Het gaat maar net goed daar achteraan in het midden. Bruno Spengler, de auto notabene van Christian Klien. Dat is de man die bleef staan. Kijk naar de Tarzanbocht. Al zo vaak is het hier misgegaan in de autosport op Zandvoort. Het gaat aan deze race nog een keer gebeuren, maar nu de eerste ronde gaat het zowaar goed door die Tarzanbocht heen. Eric Salignon is degene die als eerste rijdt. Weer dus de man die als tweede is gestart, die als eerste de Tarzanbocht induikt. Net als vorig jaar, toen polezitter Nelson Piquet zijn eerste plaats verspeelde. Alexander Premat rijdt tweede. En daar is het al misgegaan, start nummer 34. Ferdinand Kool voor het eerst op Zandvoort in de Formule 3. En hij is niet de enige die problemen heeft. Fairuz Wauzi, moeilijke naam die man. En een moeilijk begin van de race uit Maleisië. We zien dan nog een coureur verkeerd geparkeerd staan in de Hugenhof. En het zou me niks verbazen als we een safety car periode gaan krijgen. Want deze auto's staan, ondanks de aanwezigheid van een hijskraan die nog niet echt in actie is gekomen, toch wel erg lastig. Achterop het circuit. Er wordt van links naar rechts over de baan geslingerd. Maar de twee ASM-auto's zijn al een beetje weggelopen. Eric Salignon, daarachter Alexander Premat. De beginfase van de race, altijd nog een beetje met koude banden. Alle auto's nog dicht bij elkaar, dus dit is het moment om posities te winnen. We zien ook dat iedereen enorm dicht op elkaar zit en nog steeds links en rechts overal aan het prikken is. Naarmate de race zal vorderen, zien we hier bijvoorbeeld, als we door de Koemanbocht gaan, dat men niet heel dicht achter de andere auto kan rijden, omdat men dan de neerwaartsdruk op de voorvleugel verliest.
En inderdaad, we gaan een safety car krijgen. Weer, we hebben het al zo vaak gezien bij de Marlboro Masters, maar nu al in de eerste ronde gaat het mis. Even kijken of alle coureurs dat goed doorhebben, dat er nu langzaam moet worden gereden. Het zal niet de eerste keer zijn dat de Formule 3 rijders toch natuurlijk een stukje onervaren, meer onervaren dan de Formule 1 coureurs tegen elkaar opbotsen. Als ze plotseling een onverwacht moeten vertragen achter de safety car. Maar nee, nu gebeurt dat niet. En de auto van Fayrouz Fauri rijdt, hangt in de takels. Fauri sowieso al geen bijzonder seizoen in de Formule 1. Nu is het helemaal, of in de Formule 3, Formule 1 dat mocht hij willen. En nu is het helemaal snel afgelopen. We zijn even op zoek naar de derde coureur die de mist in is gegaan. Terwijl Bruno Spengler daar weer voorbij komt. Over het rechte stuk. Die heeft een enorme achterstand. Maar hij heeft wat geluk met de komst van de safety car. Hij kan achteraan sluiten. Niet de eerste keer, we vertelden het al, dat er een race wordt gereden, een Formule 3 race wordt onderbroken, moet ik eigenlijk zeggen, door een safety car. En dat is al eerder gebeurd, onder andere vorig jaar. Een van de deelnemers toen was Robert Doornbos. Doornbos niet actief meer in de Formule 3. Rijdt Formule 3000, doet dat erg goed. En Jack Ploy is bij hem. Robert, je hebt de start gezien. Hij was weer eigenlijk degene die op de, ja, zeg maar niet de favoriete positie staat, op de tweede plek. Hij was toch eerder bij die Tarzanbocht, hè? Is dat dan toch verkeerd onbedacht? Ja, meestal is het natuurlijk degene die op pole staat, die zou het voordeel moeten hebben. Maar hier is duidelijk, de schone lijn is dus als je als tweede start. En je zag duidelijk dat inderdaad de jongen die had het voordeel van de tweede rij. Plus dat je ook zag dat de mensen toch veel risico nemen in de Tarzan om gewoon te zorgen dat je die positie houdt. Want daarnaast Formule 3, het is moeilijk om in te halen. En je ziet, gelukkig is het nu safety car, dus het kan weer spannend worden. Anders wordt het snel een treintje rijden. Denk je dat het goed is, een goede beslissing geweest, die safety car? Ja, hij staat er wel op een moeilijk punt, want je komt aan snel in z'n vier en als je iemand spint, en, dat is gewoon gevaarlijk. Dus, en het is pas na één ronde, dus de race is nog lang en er kan nog veel gebeuren. Hey, denk nog eens even terug naar een jaartje geleden. Is dit leuk om hier aan mee te doen? Het is echt heel bijzonder. Het is een mega evenement. Samen met Macau zijn dat toch de evenementen. Je voelt je soort van alsof je al Formule 1 coureur bent, zeg maar. Je krijgt zoveel aandacht en ik zie nu de ambulance, dat is een beetje minder, maar... Ja, we staan samen in de pitstraat, dus wij zien hier vlak voor ons langs de ambulance al wegrijden. Dus dat duurt nog even daar. Nee, het is een, nogmaals een mega evenement. Ik heb er erg van genoten voor Rijn. Het is de eerste keer dat ik op een raceweekend ben als gast, als toeschouwer. Dus... Hey, het is een vreemd, hè, met je handen in je zak. Hè? Je hoeft niet te sturen. Ja, dus geen stress, dus niks. Het jeukt wel een beetje, moet ik zeggen. Maar ja, volgende week is weer mijn kans in Hongarije. Dus... Denk je wie gaat er winnen? Heb je een favoriet hier? Ik denk dat ASM is duidelijk het topteam en Europees kampioenschap zitten voorin. Twee auto's hier voorin, dus één van de twee jongens die zal het wel op zijn naam doen. Welke van de twee, Robert? Allebei Fransman. Ik denk die Fransman. Oké, tot zover Robert Doornbos. Terug naar Hoping en Rick Winkelman. Ja, we hoorden al even zeggen, er is een ambulance op de baan gekomen en dat klopt. Dat is voor Ferdinand Kool, die is er hard afgegaan. Ik wens natuurlijk niemand toe, zeker Kool niet. Bezig als de allereerste Marlboro Masters rijdt het jaar voor het eerst Formule 3. Het Spaans kampioenschap doet het daar niet zo goed. Maar eigenlijk ging het hier helemaal niet verkeerd. 29e was redelijk tot goed. De kwalificatiepositie vanochtend de warm-up 6e. Dat is natuurlijk prima. De auto van Fayrouz Fauri, die trouwens ook nog Jordan Grand Prix coureur is. Maar ik heb nog nooit in een Jordan zien zitten. Is inmiddels weggetakeld. Dat is niet de reden voor de safety car. Maar dat is natuurlijk wel het zware ongeluk van Ferdinand Kool. We zien Kool staan in de Gerlachbocht. De tweede bocht naar de Tarzan. Bij de Gerlach waar snel toch al een snelheid wordt bereikt van 185 km per uur. Midcorner is dat ongeveer 150. Vrijwel geen uitloopstrook, dus de impact zal behoorlijk zijn geweest. We zagen Kool net achterwaarts in de bandenstapel staan. En die nu duidelijk wordt afgeschermd door de marshals en de aanwezige doktoren. Het is gebruikelijk om met in Nederland dan oranje doeken te gaan werken als er wordt gewerkt aan een coureur die zwaar gecrashed is. Helaas al de tweede keer dat dit vandaag op Zandvoort gebeurt. Vanochtend in de Zeeland Cup ging het ook helemaal mis. En nu is het dus verkeerd met Ferdinand Kool. Nou, laten we hopen dat daar toch nog wat positieve berichten terugkomen. We zagen inmiddels Paolo Montin ook de pitstraat binnenkomen. Wellicht dat Montin betrokken was bij het ongeluk met Kool of anders met die schuiver met Fayrouz Fauri. Dat hebben we niet kunnen zien. Montin, de oudste deelnemer in het veld. Hij rijdt zijn tweede Masters. De eerste keer dat hij de Masters reed was in 1998. Dat was wel heel lang geleden. Hij werd toen vierde en reed tegen Enrique Bernoldi. Die later bij Arrows teamgenoot werd van Jos Verstappen. Luciano Burti was er toen bij. En Bas Leinders, maar ook Christian Albers, die dat jaar grote problemen had. En we gaan even naar Jack Ploy. We zagen hem al even door het beeld lopen. Maar hij heeft inderdaad Paolo Montin te pakken. Jack. Paolo Montin, what happened? Was it the first corner? Yeah, it was in the first corner. Somebody coming
in the inside, and we touched in the right side of the car and we broken the radiator. But after that, in the first lap, many crazy drivers wanna pass almost everybody I don't know what they wanna do. And after that, when they put the safety car, everybody break in a straight in the second lap, and was in the middle and backside of the group. It was a big casino. I don't know. Nobody can see anything in the front. Paolo Montin die uitlegt aan ons dat het in de eerste bocht al misging. Er zat iemand tegen de zijkant aan. Hij zegt wat erna gebeurde, dat is helemaal niet te beschrijven. Allemaal gekke rijders die allemaal vol op de rem gaan staan door de safety car. Allerlei rare capriolen. Hij moest nog wel een beetje lachen, maar hij kan natuurlijk helemaal niet lachen. Want uitvallen hier op de Masters, dat is niet wat je wil. Het zag er inderdaad heel chaotisch uit in de Gerlachbocht. De bocht, zeg maar de derde bocht op het circuit van Zandvoort. Je hebt eerst de Tarzanbocht, de beroemde Tarzanbocht. Dan een lichte knik en dan de Gerlachbocht naar de Hugenholzbocht stuurt. Dat is de Herpin. Start nummer 19, nog iemand die de mist in gaat. Andreas Zuber. Daar zullen slechts weinig mensen om treuren. Want Zuber, teamgenoot van Nico Rosberg, rijdt daardoor in een heel sterk team. Wat bijvoorbeeld de beschikking heeft over een eigen testauto. Waarmee hier kort geleden nog werd getest. Maar Zuber is geen goede coureur. Laten we even gebruik maken om te kijken naar de stand die we momenteel hebben met de langzaam rijdende Formule 3 wagens. Erik Salignon was dus heel goed weg. Alexandre Premat ligt tweede. James Rossiter ligt op plek nummer 3. Nico Rosberg heeft iets beter gedaan dan Nelson Piquet, want Rosberg ligt 6. Nelson Piquet ligt 7e. De Nederlander Charles Volsman is 1 plaatsje opgeschoven. Hij ligt nu op de 12e positie. Guido van der Garde ligt nu 14e. Zuber gaat weer op pad. Hij heeft geluk, het veld rijdt langzaam, hij kan aansluiten achter de safety car. En op de 13e plaats zien we Danny Watts, een bijzondere auto. Waar het veld eigenlijk gedomineerd wordt door de Dallara's. Alle auto's zijn Dallara's, in Italië gemaakte Formule 3 auto's. Is Danny Watts de enige die met een ander merk rijdt en dat is de Lola Dome. Hij heeft dit jaar daar al hele goede dingen mee laten zien. Onder andere een overwinning in het Britse Formule 3 kampioenschap op Castlecombe. Het was de eerste niet Dallara overwinning in 11 jaar tijd in het Britse kampioenschap. En de eerste Britse overwinning voor Dallara. Je ziet te zien dat de ambulance het circuit verlaat, begeleid door 2 official auto's. Ik denk dat ze even via het rechte stuk gaan proberen om Ferdinand Kool zo rustig mogelijk te vervoeren vanaf het circuit. En ik neem aan even naar het ziekenhuis. We konden zien, dus het leek erop dat zijn auto achterwaarts de banden in is gegaan. Dat is heel, heel erg vervelend voor je nek. Vraag ook maar aan Ralf Schumacher, die het op Indianapolis ook overkwam. Achterwaarts ging hij daar de muur in tijdens de Formule 1 race. En daar heeft hij nog steeds veel last van. Laten we hopen dat Kool iets eerder herstelt dan Ralf Schumacher, die er ook komend weekend in Hongarije niet bij is. We gaan weer racen. En we zagen net al dat Nico Rosberg eigenlijk een beetje zat te slapen bij de herstart. Een groot gat liet vallen. Erik Salignon die enorm goed weg is. En een verschrikkelijk groot gat heeft met Premat, die meteen Rossiter in zijn bak heeft zitten en moet verdedigen. Rossiter, zoals gezegd, helemaal nog niet ervaren. Aan de buitenkant van de Tarzanbocht rijdt voor de eerste keer in de Formule 3 op zand voor de Luca di Grassi. Die achter Premat rijdt, doet dat ook. Premat heeft het erg moeilijk, was hij vorig jaar ook al aanwezig. Maar deze twee jonkies die maken het hem zwaar. Luca di Grassi nu op de 3e positie. Salignon loopt verder en verder weg. Het is niet die Grassi, maar Adam Carroll die een hele goede start gehad moet hebben. Want die rijdt nu achter Alexandre Premat. En dan is het James Rossiter en dan Luca di Grassi. Door het schijfvlak, toch een van de mooiste punten van het circuit van Zandvoort. Want daar gaat het erg, erg hard. Enorm snelle bocht. De coureurs arriveren daar vol gas in de 6e versnelling. Bereiken een topsnelheid van ongeveer 225 km/u. En mid-corner bereiken ze een snelheid van 200 km/u nog steeds. Het is gewoon vol gas in 6. Aankomen, heel even het gas liften en dan vol weer door. In die bocht val je echt in een put, duikt een soort van dal in. En daardoor is het zelfs mogelijk om 2,75 zijwaartse G-krachten te maken. Bijna Formule 1 waarde dus. Terwijl we horen dat Ferdinand Kool naar het medisch centrum is gebracht, zien we Charles Swolsman in gevecht bij de Audi S-chicane. Swolsman, sowieso heeft hij dit weekend al zijn beste Marlboro Masters. Want 2 jaar geleden was hij zeer, zeer ernstig ziek. Eigenlijk leek zijn carrière voorbij, maar hij knokte terug. Tot hij vorig jaar een griepje had, weliswaar mee kon doen, maar uitviel. Maar nu is hij topfit. Guido van der Garde. Hij komt op het rechte stuk en laten we eens kijken of hij weer wat terrein heeft goed gemaakt.
Van der Garde natuurlijk veel druk op zijn schouder. Iedereen in Nederland verwacht heel veel van hem. Hij rijdt momenteel op plek nog steeds op de 14e positie. Als je kijkt naar zijn rondetijden moet hij wel wat zijn terrein goed kunnen maken. Charles Solsman doet het ook goed. Weer een plaatsje gewonnen. We zagen die inhaalactie ook bij de S-Chicane. Solsman ligt nu 11e achter Frank Pereira. Pereira ook een wereldkampioen karting, net als Guido van der Garde. Maar Pereira werd het een jaartje eerder en werd het in de Formule A, zeg maar de Formule 3 van de kartsport. Terwijl van der Garde dat werd in de Formule Super A. En dat is de Formule 1 van karting. Dit is trouwens die Pereira in beeld. Goede coureur, is opgepakt door Toyota, waar van der Garde wordt begeleid door Renault. Is Pereira de man die door Toyota, het Toyota Formule 1 team, wordt klaargestoomd voor de Formule 1. Jamie Green, de kampioenschapsleider in de Formule 3 Euroseries. Begon zijn Formule 3 carrière met een wat oudere auto in de B-klasse in Engeland. Deed het toch erg goed, kreeg zijn kans om in een A-auto, dus een moderne auto, te gaan rijden. Hij doet het uitstekend dit jaar in de Euroseries, maar hij had willen winnen. En dat wordt heel erg moeilijk, want hij ligt nu 8e, vlak achter Nelson Piquet. En die heeft het toch moeilijk. Green binnendoor bij de S-chicane. Goed punt om in te halen hier op Zandvoort. Piquet verliest een plekje terrein. Door vele mensen wordt de Tarzan Corner natuurlijk als de ideale plek gezien om in te halen. Echter met de Formule 3 auto's waarmee hier wordt gereden is dat vrijwel niet mogelijk. We zien de coureurs nu door de Kummelbocht gaan. Een vrij snelle bocht die wordt genomen met zo'n 150 km per uur. Bij die snelheid heeft men natuurlijk heel veel baat bij de werking van de vleugels. Daardoor is het niet mogelijk om dicht achter de coureur voor je te rijden. En zodoende eigenlijk heel moeilijk om een slipstream ook te pakken richting de Tarzan bocht. Zien we bijvoorbeeld rijders uit een langzamere bocht komen, zoals de Renault of de Vodafone bocht, dan is daarna veel makkelijker de mogelijkheid om te gaan slipstreamen en een poging te wagen om een plekje te winnen. Nelson Piquet heeft het moeilijk. Hij is inmiddels teruggevallen naar de 9e plek. Erik Salignon heeft het niet moeilijk. Althans, hij heeft een hele mooie voorsprong en bouwt iedere ronde uit. De 5e ronde ging die van 1,2 naar plus 1,6 seconden op Alexandra Premat. De 6e ronde van 1,6 naar 2,1. Dat is toch voor Formule 3 begrippen een hele glorieuze voorsprong. Premat notabene de enige van de toppers die op nieuwe banden reed. Alle anderen hadden het rubber waar ze nu mee racen ook nog in de kwalificatie gebruikt. Premat had een setje over, maar hij valt toch wat tegen. En wie ook tegenvalt, Nicolas Lapierre, de teamgenoot van Guido van der Garde bij het signatuur team. Ook een van die sterke Franse teams. Lapierre vorig jaar nieuw in de Formule 3, die op de Masters werd toen 4e. Ligt nu nog maar 13e, vlak voor van der Garde. Ja, Lapierre die we daarvoor net eventjes door de Marlboro bocht door het stof zagen gaan, net met twee wieltjes naast de baan. Gelukkig kon hij nog terug de baan opkomen en zijn race vervolgen voor Van der Garde. Van der Garde die, zoals gezegd, weinig heeft kunnen testen met de Formule 3 op Zandvoort, kent de baan natuurlijk wel erg goed. Wellicht dat er daarom al wat meer was gehoopt dit weekend. Maar ja, het is erg zwaar om in de Formule 3 goed te presteren. Zeker in de Marlboro Masters, ontdekt ook Greg Franchi. Franchi die er al voor het tweede jaar bij is, de Belg. 18 coureurs die er voor het tweede jaar zijn. 1 coureur, hier in Naken, de Japaner voor het derde jaar. En een groot aantal nieuwkomers, dus waaronder Ferdinand Kool. Jack Ploy, jij hebt het laatste nieuws over Kool. Ferdinand Kool is achteruit met de ambulance hiernaast. Pitbox 0 in de pitstraat achteruit naar binnen gereden. Er zijn twee opties. Op dit moment wordt hij in de zogenaamde shockroom onderzocht. Mocht het niet goed met hem gaan, wordt hij weggebracht naar het ziekenhuis. Maar de eerste berichten zijn dat het redelijk meevalt. Als ik straks wat meer weet, kom ik weer terug. Terug naar jou, Rick. Ja, want niet alleen de Formule 1-auto's, maar tegenwoordig zijn heel erg veilig. De Formule 3-bolides zijn dat ook. Ze hebben een monokok gedeeld, een soort badkuip zeg maar, waar de coureurs in zitten. En die beschermt ze natuurlijk uitstekend. Charles Wolfsman, hij vertelde, mijn auto gaat niet zo lekker als het warm is. Maar als ik kijk naar zijn rondetijden, doet Wolfsman het helemaal niet zo verkeerd. Ligt nu 11e, maar gaat sneller bijvoorbeeld dan Frank Pereira aan een top 10 klassering. Pereira ligt nu 10e, zal wel heel fraai zijn voor Wolfsman. Hij heeft veel problemen gehad in zijn carrière. Maar hij is er toch nu wel uitstekend bij. Rijdt voor Menor Motorsport. Net als Lewis Hamilton, die 8e ligt. Hamilton is trouwens een geval apart. Is een donkere jongen. En hij moet de eerste Formule 1 coureur ooit worden met een gekleurde huid. De bedoeling was dat het Deen Jason Watt dat zou worden. Maar Watt verongelukte of raakte verlamd na een ongeluk bij het opnemen van een motorcommercial. Hij werd dat dus niet. Nu moet Hamilton dat worden. Hij wordt daarbij heel, heel dik gesteund door McLaren en door Mercedes. We hebben hier net in beeld Nelson Piquet Jr. die eigenlijk een beetje moeite heeft om het tempo te volgen. We zagen net Jamie Green al gewoon bij hem voorbij steken. Ook Lewis Hamilton heeft hem ondertussen ingehaald. Jamie Green toch vooraf gezien als een van de grote favorieten. Persoonlijk denk ik ook dat hij eigenlijk nog wel sneller zou kunnen. Maar in de Formule 3 is het heel erg moeilijk om dicht achter andere coureurs te rijden. En
ben je eigenlijk genoodzaakt om hetzelfde tempo te rijden als je voorganger, als je daarachter zit natuurlijk. We zien wel Salion deze ronde ietsjes verliezen op Alexander Prema, maar nog steeds een riante voorsprong hebben van 2,2 seconden. Ja, die voorsprong heeft Salion onder andere te danken aan een nieuw ronderecord wat hij heeft gereden, op de Masters tenminste. 1.34.553 stond er nog door Bruce Joanny, die daarna helemaal uit beeld verdween. Hij reed dat in 2002. Salion heeft 1.34.2 op zijn naam staan. En nu 2,2 seconden voorsprong op Alexander de Premat. Het is trouwens niet de snelste ronde ooit die hier met de Formule 3 is gereden op Zandvoort. Want dat gebeurde ook in 2002, maar in september. Tijdens een race voor het Duits kampioenschap Formule 3. De snelste klasse waar Ho-Pin Tung dit jaar in rijdt. Toen was de Japaner Matsuora. Die reed 1.33.989. Maar het zou me niks verbazen als Salion ook het ultieme Formule 3 ronde record aan Vlarde gaat rijden hier op Zandvoort. Natuurlijk in september, wanneer het iets kouder is, zijn de omstandigheden iets beter. Lopen de motoren iets harder. Maar op dit moment hier in de Formule 3 bij de Marlboro Masters, waar er eigenlijk een grote slag gaande is tussen de grote fabrikanten, Mercedes, Toyota, Renault en Opel, zien we dat men toch allemaal iets extra probeert. En dat resulteert natuurlijk in snelle rondetijden. Daarbij genomen een paar nieuwe stukken asfalt, onder andere in de Hugenotsbocht, zorgen voor extra grip en daardoor weer voor een verdere daling van de rondetijden. Erik Salion heeft weer een klein stukje van zijn voorsprong verloren aan Alexander Premat, 2,1. We vertelden al, Premat rijdt op nieuwe banden en wellicht dat hij daar nog wat profijt van gaat hebben in de loop van de wedstrijd. Formule 3 wordt altijd veel gesproken, oude banden, nieuwe banden, wat is nou het beste? Terwijl er ook nog, uiteraard mogen we niet vergeten, staaltje close racing is. Dat zien we door het hele veld heen, zelfs achterin Alexander Margaritis. We vertelden al dat hij het vlak voor de wedstrijd van het team verwisselde. Gevecht op plek 23 met Maximilian Guts. Ongeveer een week geleden lag Guts nog in het ziekenhuis. Een 5 uur durende operatie aan een klein tumortje. Een onschuldig tumortje bij zijn oor. Dat is verholpen, maar echt snel is hij er nog niet van geworden. Het veld wordt toch een beetje uit elkaar geslagen geraakt. We zitten in de 9 van de 25e ronde. En Nico Rosberg, ja, hij zal niet tevreden zijn. Het geldt ook voor Jamie Green. Maar wie nog het meeste problemen zal hebben is Ferdinand Kool. We gaan weer even naar Jack Ploy. Staat tegenover Walter van Lent. Walter, de manager van Ferdinand Kool. Je hebt hem net even gezien. Stak hij zijn duim omhoog? Ja, alles was oké. Hij kwam uit de ambulance. Ik vroeg hoe het met hem ging. Hij zei alles oké. Dus ze checken hem nu wel even. En hij is bij de positieve. Dus, Hij praatte gewoon, hè? Ja, ja. Maar hij zei net, hij heeft toch wel ietsje last van zijn nek waarschijnlijk. Hè? Dat is misschien het probleem. Ik denk dat ze gewoon voor de zekerheid hem hebben helemaal ingepakt. Omdat het een best wel een harde klap was. Maar ik denk dat het allemaal wel goed is. Nou, goed nieuws. Dank je vriendelijk, Walter van Lent. We hebben 10 ronden gehad. Laten we even een update maken van de stand zoals die er nu is. Erik Salion, de Fransman, opvallend. Hij reed voor het Renault Driver Development programma, waar nu Gilles van der Garde in zit. Maar Salion werd daar uitgegooid. Hij zou niet goed genoeg zijn, maar nu leidt hij de Marlboro Masters. Tweede, Alexander Primat. Derde, Adam Carroll. De tweede in het Brits kampioenschap. Doet dat hier dus prima. Nog iemand uit het Brits kampioenschap, James Rossiter. Hij rijdt op de vierde plek. Higrassi, die 19-jarige jongen, valt toch wat terug. De vijfde. Dan Rosberg, Jamie Green, Lewis Hamilton, Nelson Piquet. Zijn race is over. Hij gaat geen Marlboro Master worden dit jaar. Of er moet een wonder gebeuren. Charles Holzman heeft 1 plekje verloren. Maar 12e is nog helemaal niet verkeerd. Gide van der Garde rijdt al een tijdje op de 14e positie. Voorafgaand aan deze editie, 14e editie van de Marlboro Masters, was er de vraag. We gaan nu zien hoe sterk het Britse kampioenschap is tegenover de Euroseries. Of andersom gesproken natuurlijk. Als we nu kijken naar de top 10, zien we eigenlijk een hele mix. Natuurlijk zien we de twee ASM-auto's op de eerste twee plaatsen. Maar daarna komen er toch eigenlijk weer 3 rijders van het Brits kampioenschap. Gevolgd door Nico Rosberg, die weer in de Euroseries rijdt. Dus we kunnen gerust zeggen dat het eigenlijk met de kwaliteit van beide kampioenschappen, dat die gelijkwaardig zijn bijna. Nu zien we de top 10 door het beeld heen komen. We gaan zelfs wat verder terug dan de top 10. Want hier zijn we bij de man op de 14e positie, Gide van der Garde. Hij vindt het moeilijk met Clivio Piccione. De coureur die afkomstig is uit Monaco. En dat kan nooit kwaad natuurlijk, want in Monaco weten we allemaal, daar wordt de beroemdste Formule 1 race van het jaar gereden. Van der Garde, toch een beetje een vervelend weekend. Heeft een paar kleine technische problemen gehad. Sommige waren vervelend, sommige maakten niet zoveel uit. Vanochtend in de warm-up bijvoorbeeld werkte zijn telemetrie. Niemand wist dat hij de tweede tijd reed, maar dat deed hij mooi wel. Jamie Green in gevecht met Lewis Hamilton. Beide coureurs een Mercedes motor achter hun rug, maar ze rijden voor 2 verschillende teams. Green rijdt voor het team van Erik Salion, Alexander Premat, ASM uit Frankrijk. En Lewis Hamilton, die hier achter Green rijdt, rijdt voor Manor Motorsport, het team van ook Charles Swosman.
Zowel Hamilton als Green dus met ondersteuning van Mercedes. Allebei fabrieksmotoren. Speciale motoren gemaakt voor deze Masters. Vanwege de reglementen van de Euroseries en het Britse kampioenschap. Kiezen de coureurs ervoor om voor deze ene Masters race een andere motor te monteren. Om de motor die ze gebruiken in de eigen kampioenschappen daarvoor te sparen. Het is heel erg mooi om te zien dat ondanks dat het een one-make class is. Dat bijna alle coureurs op Danny Wos na dan met een Dallara auto rijden. Eigenlijk ontzettend veel verschillen in de auto's zitten. Vooral in de details dan gesproken natuurlijk. Als we kijken naar een team als ASM is het eigenlijk niet voor niks dat deze vrijwel het Formule 3 Euroseries kampioenschap domineren. En nu ook weer op de eerste twee plaatsen rijden. Ze beschikken over een windtunnel waar ze gebruik van kunnen maken. Ze hebben daardoor ook sidepods aangepast, achterbodywork aangepast. Zeg maar gewoon een mini Formule 1. En die Formule 1 doet het hier op Zandvoort uitstekend. Des te knapper is trouwens de derde positie van Adam Carroll. Sallion nog steeds 1, Primat 2, Carroll derde. Want hij rijdt wel met een vrij standaard Formule 3 wagen. Hij heeft geen Mercedes, maar een Opel motor achter zijn rug. We gaan even de gevechten opzoeken. Daar komen ze aan. Op het rechte stuk. Frank Pereira probeert zijn positie te verdedigen. Pereira, ja, valt toch wat tegen. Danny Watts was zich de enige coureur met een Lola-auto. Hij won daar dit jaar mee een Formule 3 race. Dat was heel lang geleden dat er niet Dallara, want alle andere coureurs rijden dus met een Dallara, dat die een wedstrijd wist te winnen. Watts is gewoon een hele goede coureur. En frappant, net als Eric Sallion, ook Watts maakte deel uit van het Renault Driver Development Program. Ook hij werd daar uitgeschopt, maar ook hij doet het daarna uitstekend. Charles Vosman probeert het gat dicht te rijden met Watts. Vlak daarachter zien we Nicolas Lapierre met daarachter onze landgenoot Guido van der Garde. Die net een aanval van Clivio Piccione op het rechtstuk moest pareren. Piccione rijdend voor het Carlin Motorsport Team uit Engeland. Die een aantal jaar geleden hier natuurlijk met Takuma Sato glorieus de overwinning wist te pakken. Met een fantastisch grote voorsprong. Die we nu dus zien bij van der Garde. En hier een aanval pleegt in de Vodafone bocht. Een succesvolle aanval, want hij is er voorbij. Een van de plekken dus waar het goed mogelijk is om in te halen. De bocht ervoor is redelijk low speed. De Renault bocht die met 100 km per uur ongeveer wordt genomen in de derde versnelling. De werking van de aerodynamica op dat punt iets minder belangrijk dan in snelle bocht zoals de Kumo bocht. En daardoor mogelijk om zich dicht achter de rijder voor zich te positioneren om een aanval te plegen. Eric Sallion komt voor de 13e keer over start-finish. De race telt 25 ronden. Sallion is dus net over de helft en zijn voorsprong loopt terug. Alexandre Premat binnen de 2 seconden, nu 1,9 seconden achter zijn teamgenoot Sallion. Gaat die nieuwe banden van Premat nu zich terugbetalen? Guido van der Garde, binnenkant opnieuw in gevecht met Livio Piccione. Deze keer verleden, dus niet Piccione, dat is Danny La Rosa. La Rosa overgestapt naar het team waar Christian Klien vorig jaar voor reed. Daardoor kon Ross Wolfsman in de La Rosa's auto rijden. Ook daar dus een stoelendansje. Maakt één plaatje goed. La Rosa op van der Garde. Van der Garde inmiddels een 15e. Kijken we even naar de top 10. Eric Sallion nog steeds eerste. Maar zijn voorsprong loopt dus terug. Alexandre Premat tweede. Adam Carroll derde. James Rossiter vierde. Lucas Di Grassi vijf. Rosberg en Green in gevecht om plek 6. Lewis Hamilton plek 8. Nelson Piquet plek 9. Rijdt eigenlijk een vrij kleurloze wedstrijd. En Frank Parera, de jonge door Toyota gesteunde coureur op positie nummer 10. Charles Vosman 12. En dus Guido van der Garde P15. Nelson Piquet op een 9e plaats. Wat dus weer aangeeft hoe moeilijk het eigenlijk is om altijd maar competitief te zijn in de Formule 3. En vooral op zo'n evenement als de Masters. Waar heel erg weinig vrije training is. Alleen op de vrijdag, op de zaterdag is er maar heel even een korte vrije training voor alle coureurs. Daarna meteen de kwalificatie in. Vrijwel geen testmogelijkheden in de rest van het jaar. In zo'n weekend moet gewoon alles kloppen. Wil je vooraan mee kunnen doen. Vorig jaar klopte dat allemaal voor Piquet. Toen kon hij, zoals we weten, meestrijden met Christian Klien om de overwinning. En dit jaar komt hij helaas niet verder dan een 9e positie. En is hij eigenlijk meer plaats aan het verliezen dan aan het goedmaken. Lucas Di Grassi in gevecht met Nico Rosberg. Toch een knappe race hoor van die Di Grassi. Met vorig jaar tweede in het Zuid-Amerikaans Formule 3 kampioenschap. Achter Danilo Dirani. Die Dirani die won 14 races vorig jaar in Brazilië, Argentinië. Maar die wedstrijden worden verreden. Maar Dirani ligt nu 20e. Terwijl Di Grassi keurig 5e rijdt. Sallion heeft weer een klein extra gaatje geslagen. Het vindt zich steeds rond 2 seconden, zeg maar. Die voorsprong die Sallion heeft op Alexandre Premat. Adam Carroll nog steeds 3e. Di Grassi rijdend met een Renault motor.
De Renault motor die het in de nationale kampioenschap niet altijd erg uitblinkt in de prestaties. Dat komt doordat de kampioenschappen daar een verplichting hebben van het gebruik van een demper en een katalysator. Tijdens deze Masters is die demper er niet. Daardoor kunnen de Renault motoren hebben een betere powerband en daardoor leveren ze weer meer vermogen. En zien we eigenlijk altijd de Renault motoren erg goed gaan hier op het circuit van Zandvoort tijdens de Marlboro Masters. Maar momenteel is het de Mercedes motor die op de eerste plek rijdt. Zoals gezegd, Mercedes motoren erg sterk dit seizoen. De meeste overwinningen dit jaar in de Euroseries werden behaald door een Mercedes motor. Maar als je kijkt naar de Marlboro Masters gebeurde dat pas één keer. Christian Klien, Mercedes motor trouwens ook achterin bij Charles Wolfman. Christian Klien won vorig jaar de Marlboro Masters. En dat was de eerste grote overwinning voor de Mercedes Formule 3 motor. Honda en Renault krachtbronnen wonnen de Masters 4 keer. Maar het zou me verbazen als dat nu nog gaat gebeuren. Jamie Green, een van die Mercedes-mannen. Uiteraard wil hij het volgend jaar het liefst Formule 1 gaan rijden. En als hij Euroseries kampioen wordt, gaat hij ongetwijfeld de nodige auto's testen. Maar het zou mij niks verbazen als Green de plek in gaat nemen van Gary Paffett in de DTM. En Paffett, die het nu dus zo goed doet in de DTM, dat die dan doorverhuist naar de Formule 1. Op dit moment zijn we ruim halverwege de race. En zien we de coureurs eigenlijk een beetje zetten. De gaten tussen de coureurs worden wat groter. De inhaalacties worden wat minder. Ieder coureur begint nu wat meer te voelen wat zijn auto precies doet. Zit er veel onderstuur in, zit er veel overstuur in. Het voordeel van Prema, de nieuwe banden. In het begin hebben de nieuwe banden enorm veel grip, de eerste 5 ronden. Dat is puur gedaan voor een kwalificatierun. Zodat je eigenlijk een hele snelle tijd kunt zetten. Na die 5 ronden is die extra grip die je daarmee hebt eigenlijk weg. En blijven de banden heel lang constant. Vrijwel de hele race constant. Ik verwacht dan ook niet dat Prema met hele grote stappen nog dichterbij zal komen aan Erik Salion. Die nog steeds bijna 2 seconden voorsprong heeft op diezelfde Prema. Ja, met nog 10 rondes te gaan lijkt Salion het allemaal prima voor elkaar te hebben. Het blijft steeds zo rond de 2 seconden. Diep even terug naar onder de 2 seconden is het nu ook. Maar ja, 1,9767 seconden, dat is gewoon 2 seconden. Coureurs komen nu weer over start-finish heen. Laten we kijken wat het nu is geworden. 2,2. Salion bouwt zijn voorsprong dus een beetje uit. Salion ging een beetje de geëikte weg zoals we heel veel coureurs hebben gezien. Hij begon op de karts, maar bleef daar wat lang hangen. Want hij had geen geld om over te stappen naar de autosport. Werd toen opgepikt door een klein Engels kartfabrikantje. Gillard heette dat. Die wilde een kart gaan ontwikkelen en gebruikte daarvoor Salion. Het ging allemaal niet zo goed, maar Salion bleef trouw aan het team. Tot het uiteindelijk wat beter ging. Dat hij later toch naar de auto's kon verhuizen. En daar werd hij dus opgepikt door Renault. Vorig jaar was hij er al bij op de Marlboro Masters. Maar toen spinde hij kort voor het einde in het grind van de Tarzan bocht. Laten we hopen dat hij dat nu niet gaat doen. Maar goed, we hebben nog best wel een eindje te gaan. En het grind ligt overal, kunnen we hier ook goed zien. Het is toch wel een moeilijk circuit, dat Zandvoort. Coureurs die rijden op verschillende circuits. Sommige heel makkelijk, sommige wat lastiger. En dit is zeker een van de meest lastige circuits. Een paar hele lange doordraaiers in deze Zandvoortse baan in de duinen. Eigenlijk bochten waar je als coureur eigenlijk veel geduld moet hebben. En natuurlijk wil je als coureur, als een tweede natuur, altijd zo snel mogelijk naar dat gaspedaal. We gaan even snel naar Jack Ploy, die staat bij Ferdinand Kool. Ja, gelukkig kunnen we naast Ferdinand staan. Wat zijn we geschrokken? Ja, het was een harde klap. Ik werd vooraf zo de tik van achter. En zonder dat ik kon remmen ging ik eigenlijk de muur in, dus dat was even slikken. En op het moment kreeg ik geen zuurstof, maar het gaat nou wel goed. Hoe voel je dat nou? Opeens is het licht even uit of is dat te zwaar gezet? Nou, je hoort een bonk en je ziet jezelf gaan. Je doet je ogen dicht en dan is het alweer gebeurd. Oké, heel even terug. Je was al een klein beetje teleurgesteld bij de start. Hè? Je had graag een betere plek gehad. Wat moet er nou gebeuren om het volgend jaar beter te doen? Goed concentreren met tijdrijden. Net als vanochtend was ik 6e algemeen. Van de 37 was gewoon heel erg goed. En dat deed ik gisteren ook op oude banden. Dus op nieuwe banden moet ik gewoon veel beter doen. En daar zitten we er goed bij. Dus de Masters 2005 zien we jou terug? Ik ga mijn best doen, dat zou heel leuk zijn, ja. Oké, nou in ieder geval heel veel sterkte, maar je maakt tenminste weer een goede, fitte indruk. Terug naar Hopington en Rick Winkelman. Je hoort een bonk en je ziet jezelf gaan. Dat is voorlopig even de quote van de dag wat mij betreft. Ferdinand Kool sprak hem uit, zijn racekamp te snel tot een einde. Hopington, je was bezig met het verhaal. Ja, Zandvoortse baan, veel langer doordraaiers, waarvan een van de meest belangrijke bochten toch wel deze Hugenotsbocht is, waar we nu Marco Asmer doorheen zien gaan. Daarna een langer stuk, eerst heuvel op. Natuurlijk erg belangrijk dat je daar goed de bocht uitkomt, zodat je veel snelheid kan meenemen. Een lang rechtstuk erachteraan, door de Slotenmakerbocht richting het Schijfvlak, waar gewoon een hoge snelheid wordt gehaald.
Win je een paar kilometers in diezelfde Huguenots, kom je daar iets beter uit, pak je dat voordeel natuurlijk mee over dat hele lange rechte stuk daarna. Erik Sallignon, hij ligt nog steeds eerste. Alexandre Premat, hij ligt nog steeds tweede. Nog steeds zijn rond de 2 seconden. Laten we even kijken welke coureurs daar achteraan komen. Adam Carroll in zijn dus vrij standaard auto, zeker vergeleken met de ASM's van Sallignon en Premat. Hij ligt de derde. Dan is het James Rossiter. Afgelopen winter is hij niet naar de Formule 3 races in Azië geweest. Hij heeft de hele winter getest, heel veel kilometers gereden. En daardoor kon hij het ondanks dat hij debutant is, dit seizoen gelijk heel goed doen. Hij won zijn derde Formule 3 race ooit en dat is natuurlijk knap. Iets verder terug in het veld. Helaas, dan zien we... Dat dacht ik al, nog iemand te mist in gaan. Nicolas Lapierre. Dacht even dat Guido van der Garde was, maar het is Lapierre. Vorig jaar vierde, maar nu toch een beetje een weekend om te vergeten. Het is moeilijk om te zien waar hij precies staat. Het lijkt bij de Vodafone-bocht te zijn. In de verte komt een Marshall aangehold. Lapierre, een klein foutje gemaakt. We zagen hem eerder in de race. Hij wil aangeduwd worden, zo te zien. We zagen hem eerder in de race, ook al even naast de baan. Dat is nu weer gebeurd. 1 Marshall, ik hoop dat het lukt. Duwen. 550 kilo die auto's, inclusief de rijder. Maar goed, als hij diep in het grind staat, is dat natuurlijk erg lastig. Formule 3 auto's die heel erg laag staan, afgesteld. En kom je daarmee naast de baan, raak je een curb, sta je op een curbzone of sta je net een beetje weggezakt in het zand, dan ligt de auto zeg maar op zijn buik. En dan is het haast niet meer mogelijk om eruit te komen zonder de hulp van een auto die je eruit trekt of een takelwagen die je eruit takelt. We kijken weer naar Charles Svolsman. Mijn auto heeft het wat moeilijk, vertelde hij in de voorbeschouwing, als het warm wordt, want dan gaat hij springen. Maar dat zal misschien de reden zijn dat Svolsman toch wat terrein aan het verliezen is. Al is hij nog steeds de beste Nederlander, want hij ligt 12e. De man die voor hem rijden zien we hier. Frank Pereira, positie nummer 10. Danny Watts, 11e. Watts, gele helm, zwarte auto met de Lola. En dat is dezelfde fabrikant die bijvoorbeeld ook de auto van Jan Lammers heeft gebouwd. Alleen dat was een Le Mans wagen, natuurlijk geen Formule 3. Arie Luijendijk bocht. Vroeg E3, Bos uit. En dan zien we Danny Watts eigenlijk goed in de slipstream komen nu toch van Frank Pereira. Pereira die verdedigt, die vorig jaar ook tijdens de Masters heeft gereden en won met de Formule Renault, het circuit dus goed kent. Maar dat niet kan omzetten in een topklassering in de Marlboro Masters nu in de Formule 3 dit jaar. We gaan door de Huguenholz-bocht heen, de Herpin. Genoemd naar Hans Huguenholz, de man die het circuit van Zandvoort, de oorspronkelijke vorm daarvan, ontwierp. Dat deed trouwens ook in Suzuka, dat circuit bouwde hij ook, ontwierp hij eigenlijk ook. Dan praat je toch over twee hele fraaie circuits. Zandvoort-Suzuka, echte rijdersbanen, banen waar de coureurs graag komen. Onder andere door dit soort bochten, schijfvlak, het gaat hier heel hard. Ondervinden ook Pereira en Watts. Een van de weinige gevechten die we hebben in de top 10. Terwijl we daarachter, als we even kijken naar Guido van der Garde, die ligt 14e, heeft een gelukje gehad met Loïc Duval, zijn teamgenoot, die behoorlijk op de hielen zat en een foutje maakte. Guido van der Garde dus iets meer lucht. Nog steeds gevecht Pereira, met daarachter Danny Watts. Nu komen we bij de S-bocht uit en wellicht dat Watts het daar opnieuw gaat proberen. We zien hem een beetje bewegen, uit de slipstream duiken. Maar Pereira houdt het gat keurig dicht. We zijn in ronde 20, we hebben nog een 5 rondes te gaan. En dit is de koploper Erik Sallignon. 1,8 seconden. Maar oké, ietsjes teruggewonnen door Premat, die nog steeds tweede ligt. Maar niet genoeg. Adam Carroll als derde. Dat zijn de 3 mannen die op het podium gaan komen. Kijken we even naar de bekende namen. De namen met de Formule 1 achtergrond. Rosberg 6, Piquet 9. Danny Watts, een niet zo bekende naam bij ons in Nederland. Maar nu wel een hele gave race met Pereira. Binnenkant, buitenkant. En een ietsjes tegen Pereira aan volgens mij. Natuurlijk, dat zijn we gewend van de tourwagens hier op Zandvoort in de Tarzanbocht. Maar niet in de Formule 3 racerij. Dit zijn we ook gewend. Coureurs die door het grind gaan. Start nummer 8, dat is Charles Svolsman. Wellicht dat zijn auto hier bij het aanremmen voor de Tarzanbocht zo moeilijk door de warmte, dat zijn auto zich niet lekker voelt, dat hij van het circuit afstuiterde. Nog meer langzame coureurs. Dat is Erik Sallignon die de mist in is gegaan. De leider van de wedstrijd. Wat is daar gebeurd? Renault-bocht, Marlboro-bocht, wat ging er daar mis? Sallignon lijkt te zijn gespind. Klein foutje heeft gemaakt, hij lijkt wel op het asfalt te zijn gebleven. Maar het is nu dus Alexandre Premat die eerste ligt. De man die op pole position stond, die kansloos leek op de overwinning. Maar die hem nu zomaar in de schoot geworpen krijgt. Erik Sallignon, teruggevallen van een zeker lijkende overwinning naar plek 2.
Misschien nog wel verder teruggevallen trouwens, want Adam Callum was helemaal niet zo ver weg. Dit is de nieuwe leider van de Marlboro Masters 2004. En dat zal hij toch niet verwacht hebben. Alexander Primat. Als hij over start-finish komt, heeft hij nog 4 rondes te gaan. Het zullen 4 heel lange rondes worden. Hij zet zijn spiegeltje nog even goed. Dan moet je wel cool zijn met zijn rechterhand. Zag hem even, zoals zijn linkerhand geweest, even de spiegel goed zetten. Want nu moet hij natuurlijk helemaal kijken wat er achter hem gaat gebeuren. Erik Stallion inderdaad nog steeds op een tweede positie. Maar ruim 5 seconden achter op Alexander Primat. P3 is voor Adam Carroll, maar die ligt nog maar iets meer dan 1 seconde. Terwijl even de coureurs een waarschuwing krijgt. Die ligt nog maar 1 seconde achter Erik Stallion. Dat wordt toch nog wel een verrassend slot van deze wedstrijd. Ook voor Frank Pereira. Want Pereira, waarschijnlijk omdat hij te vaak van lijn verandert, krijgt op zijn donder van de wedstrijdleiding. Pereira moet oppassen, anders wordt hij helemaal geen 10e waar hij nu rijdt. Maar ook iets 11e. Als hij het gevecht met Danny Watts verliest, wordt hij uit de uitslag genomen. Dat is toch niet de bedoeling. Wel iets groter gat inmiddels tussen Pereira en Watts. Nu komen er toch wel wat gevechten op de baan plotseling. Terwijl we hebben gezien dat Charles Wolfsman is teruggevallen. Terug naar P18, maar altijd nog voor deze heren. Japare Hiranaka. En de Griek Margaritis. Door de Gerlachbocht. Naar de Hugenots. Hun terug op. Richting het schijfvlak. Even Doornbos, die komt zo bij de laag. We hebben nog 4 rondes te gaan. Ja, de wedstrijd lijkt nu zomaar in de knip van Alexander Primat. Maar ik vraag me toch nog af, want Primat, daar weten we van. Hij maakt wel eens foutjes. Het is soms een beetje wilde coureur. Ik kan me de race herinneren dit jaar in Po, ook zo'n klassieker in de Formule 3. Primat zou die wedstrijd gewoon gaan winnen. Reed op zijn gemak hier op kop. Maar hij vergat goed te kijken naar de gele vlaggen, de waarschuwingsvlaggen. Ging iets te wijd en knalde zomaar tegen de auto van Charles Wolfsman op, die daar geparkeerd stond na een probleem. Dat was einde van de race voor Alexander Primat. Daar gooide hij zomaar een overwinning weg. Laten we hopen dat hij dat nu niet doet. Primat 4e. Oh, nu wordt het druk. Start nummer 39. Andrew Thompson. Hightech Racing. En er zat nog een coureur geparkeerd. Dat zou dus Nicolas Lapierre kunnen zijn. En hier weer het gevecht. Danny Watts. Frank Pereira. Voor zover ik hier nu kon zien. Hield Pereira wel mooi de lijn. En prompt. Hij verdedigt wat minder fel. Wat minder agressief dan voorheen. En Watts is er langs. Danny Watts. De enige niet Dallara. Rijdt toch mooi naar een plek binnen de top 10. P10 voor Watts, P11 voor Pereira. En deze coureurs hebben ruzie. Het is niet Nicolas Lapierre die daar ook uit is gegaan. Weer even de startnummers te kijken. Alvaro Parente zou dat kunnen zijn. En dat is dan een oud teamgenoot van Robert Doornbos. En er zat nog een auto, maar dit is de Audi S waar het blijkbaar mis is gegaan. Probeer het startnummer te herkennen. 46, Maximilian Guts, de man die alles op alles heeft gezet om hier aanwezig te zijn na die operatie. Maar had hij dat nu maar niet gedaan, want hij heeft toch wel een weekend met heel veel pech. Ja, en dan gaat het hard. We hebben nog 3 rondes te gaan. Alexander Primat eerste. Dankjewel, kan hij zeggen tegen Erik Stallion. Wat zal die zuur kijken op het podium als hij straks de bekers krijgt uitgekrijgd voor de tweede plek en niet voor de eerste. En ik begin me inmiddels af te vragen, omdat er toch heel veel auto's langs de kant van de baan zijn, of we gewoon gaan racen. Dat we toch weer een safety car krijgen. Met name dan tegen die vele wagens in de Audi S. Nee, nog 2 rondes te gaan. En we blijven racen. Geen voortekenen voor een safety car. Oké, okay, Alexander Primat eerste. Maar hij verliest heel veel terrein aan Stallion. 3,4 seconden ligt hij nog maar achter Primat. Maar goed, 2 rondes te gaan. Dat is niet zoveel. Maar liefst 17e verliest Primat deze ronde op Stallion. Natuurlijk komt dat waarschijnlijk ook door de gele vlag situatie in de Audi S-bocht, waar de coureurs dan van hun gas moeten gaan. De marshals die bezig zijn de auto's van onder andere Maximilian Guts te verwijderen daar uit de Audi S, uit het grind. Een gevaarlijk punt waar de coureurs erg hard aankomen, dan vol in de ankers gaan voor die korte rechts-links combinatie. We zagen Marco Asmer, dat is ook wel een jongen met een verhaal, startnummer 36, terwijl dit de koploper is, Alexander Primat. Asmer reed vorig jaar Formule Ford in Engeland, een echte beginnersklasse. Deed het heel goed en mocht prompt een Williams Formule 1 testen. Daar waren nogal wat vraagtekens over. Maar goed, de manager van Asmer, terwijl Jamie Green de mist ingaat. Wat gebeurt daar toch? Veel van de toppers die het hier niet goed doen, toch allemaal bezwijken onder de druk van de Marlboro Masters. Green lag 7e, de leider in de Euroseries, de grote favoriet. Maar het zou me verbazen als hij hier nog in de top 10 gaat komen. Dan laat hij zich toch wel heel wat steken vallen
ten opzichte van zijn teamgenoten. Want die rijden wel op P1 en P2. Alexander Primat. Green die wederom in de Marlboro-bocht, die we al vandaag zo vaak hebben gezien als beslissende bocht, van de baan zagen schieten nadat zijn teamgenoot Eric Chalion daar eerder een probleem had. En daardoor Alexander Prema als eerste de laatste ronde ziet ingaan. Prema die een voorsprong heeft van 2,5 seconden op Chalion, dat gaat hij denk ik niet meer goed niet meer verliezen. Nee, de man die dat ongetwijfeld ook zal denken, en daar kunnen we nog even kort naartoe, is Robert Doornbos bij Jack Ploy. Robert, hoe zuur is dat om het vlak voor het eind te verliezen? Ja, dat lijkt me heel erg voor Chalion, zeker een wedstrijd zoals dit. We konden het moeilijk zien waar die eraf ging, maar voor mij, het leek mij een eigen stuurfout. Hoe dan ook, voor ASM is het een topdag. 1-2 is natuurlijk een mega resultaat. Je kan ze nu al op de hekken zien klimmen, dus dat moet top. We gaan naar de finish, we gaan terug naar Hopi Tong en Rick Winkelman. Ja, we kijken naar de winnaar van de Marlboro Masters. Er zijn nog maar een paar rondes te gaan. En wat zal deze man balen, zegt Eric Chalion. Hij kon wraak nemen op Renault, wat hem uit het opleidingsprogramma gooide door de Marlboro Masters te winnen. Maar goed, misschien is hij wel uit het programma gegooid omdat hij wel eens foutjes maakt, zoals hem dus nu overkwam. Chalion ligt tweede, Adam Carroll ligt nog steeds op P3. Dat gaat het podium worden voor deze Marlboro Masters, want die coureurs liggen vrij ver uit elkaar. 1 Alexander Primat, 2,5 seconden daarachter Chalion en bijna 5 seconden, alhoewel 4,5 seconden Adam Carroll. Adam Carroll, een coureur die dit jaar dus deelneemt in het Brits Formule 3 kampioenschap. Veelal geteisterd is in het verleden door geldproblemen. Zien we hier als derde over de finish direct razen. Maar Alexander Prema. Ja, dat is de man. Oh, hij laat even wat rook nog uit zijn banden ontsnappen. Dat is de nieuwe manier om feest te vieren als Formule 3 coureurs. Doet ook Adam Carroll. De enige die dat niet deed was Eric Chalion. Ja, die is natuurlijk helemaal niet blij. Deze man wel, Alexander Prema. Chalion gaat hem al voorbij. Dat ziet ook premier Balkenende. Hier niet zomaar aanwezig, want hij is een erkend race-liefhebber. Laten we even kijken hoe alle coureurs over de finish komen. Primat, Chalion, Carroll. Zij zijn dus de top 3. Kijken we even naar het gevecht verderop in het veld. Di Grassi wordt de vijfde, Rosberg zesde. En waar is Charles Wolfman gebleven? Die is terug naar P18 en Guido van der Garde. Dat is nu de beste Nederlander geworden op de 13e positie. Andreas Zuber kwam vroeg de pits in. De linkerachterwand laat dat vervangen. Dat schiet natuurlijk niet op alle coureurs onder de finishvlag door. Vorig jaar kwamen er 30 rijders over de finish. De laatste, de 30ste, was Timo Glock. Die werd later nog Formule 1 testcoureur bij Jordan. Mocht zelfs de Grand Prix van Canada rijden als vervanger van Pantano. Geef maar een beetje aan hoeveel belang deze jongens aan de Masters hechten. Want als je hier hebt gereden, dan is de kans op een Formule 1 carrière wel heel erg groot geworden. En dat weet natuurlijk ook Alexander Primat. En eigenlijk wel een terechte winnaar. Hij heeft één foutje gemaakt. Dat was de start. Daar was hij niet goed weg. Maar we hoorden Robert Doornbos al zeggen. Het is moeilijk om vanaf P1, vanaf pole position te starten op Zandvoort. Dat het asfalt daar wat anders is en wat minder grip biedt. Dat ondervond Primat aan de lijf. Eric Chalion. Heel lange tijd op kop, maar Chalion ging de mist in. We gaan proberen uit te vinden wat hij heeft gedaan. Alexander Primat zal nog wel eens terugdenken nu. Terwijl Nicolas Lapierre, zijn landgenoot, teamgenoot van Van der Garde, die een tegenvallende race heeft gereden, daarachter rijdt. Primat, de laagste snelheid die dit weekend heeft gehad door de Arie Luijendijk-bocht. Even aan het genieten natuurlijk in deze uitloopronde van de mooie wedstrijd. Eric Chalion die staat er al. Ik vraag me af of hij überhaupt uit de auto wil komen. Want waarschijnlijk heeft hij zelf heel wat te verwijten. Zal hij beseffen dat hij een hele belangrijke stap in zijn carrière uit handen heeft gegeven. Hij had Marlboro Master kunnen worden. Hij is het niet. Althans niet dit jaar. Tweede plek, de slechtste plek die je hier op Zandvoort kunt hebben. Podium is leuk, maar het gaat natuurlijk om de overwinning. Daar komt de man die overwinning binnen heeft gesleept. Alexander Primat. IJzersterk in de kwalificatie, terecht pole position gepakt. En nu met een mazzeltje, maar wel foutloos gereden, uitgezonderd de start, is hij de winnaar van de Marlboro Masters. Chalion sportief genoeg om Primat te feliciteren. En dit is een plaatje wat de hele wereld overgaat en wat ook naar de Formule 1 mensen gaat. Want die houden dit heus wel in de gaten hoor. Die hebben het al opgeschreven in hun notitieblokjes.
Alexander Premat, winnaar Marlboro Masters. De man die ook blij zal zijn is Adam Carroll. Als derde over de finish hadden slechts weinig mensen verwacht. En deze mensen zijn niet blij. Toch nog vrij veel uitvallers in de slotfase van de wedstrijd. Maximilian Gutsch treurt hier een beetje bij zijn auto. En heeft wat lichte schade gereden. Dat betekent het einde van de race voor hem. En deze mensen hebben toch wel een mooie wedstrijd gezien. Vaak zijn de Formule 3 races saai, eerlijk is eerlijk. We hadden even een wat minder spannende tussenfase. Maar het begin, dankzij onder andere Ferdinand Kohl en die zware crash. Gelukkig gaat het met Kohl inmiddels goed. Was minder. Jack Ploy met Alexander Premat. Alexander. Can we say Alexander? Sure. In English is better. Yeah, it's better. Hey, that was a surprise. A few laps for the end. Okay. He gave you the victory. Yeah, Eric made a mistake and so sorry for him. So I took a really bad start and after I made two mistakes and I was faster him. So I am very, very glad for this race because I win this race a few laps ago. Do you consider that you are the masters of Formula 3 of Zandvoort? How important that is for your career? Yes, I think it's very important for my career. Last year it's Christian Klien and now in Formula 1. So I think for my career it's okay. What are you going to do now? Formula 1 as well? Yeah, I think, I hope. For every driver. I saw a very important person in the pit box, the son of Sean Todd. Is he here for you? Yeah, maybe. Okay, go and celebrate. Thank you. Yeah, thank you. Het is duidelijk dat Alexander Premat zeer tevreden is. Het is jammer voor Eric Salignon. Ja, dat zegt hij nog wel, maar het zal hem natuurlijk worst wezen wat er met Salignon gebeurde. Want hij werd nu Marlboro Masters. Ondanks een slechte start, dat gaf hij toe en maakte het begin van de race wat foutjes. Maar hij wint de Marlboro Masters en beseft dat het een hele belangrijke overwinning is. Onder andere voor de ogen van de zoon van Jean Todt. En die is niet alleen de zoon van de Ferrari-baas, maar ook Formule 1 rijdersmanager. Onder andere van Felipe Massa. En die heeft nu dus ook Alexander Premat gezien. We gaan even eruit voor de commercial breaks en daarna naar het podium. Goeie klap, gaat hard daar hoor. Ja. Yeah. Niet echt meteen de bocht waar je eraf wil gaan. We kijken naar het podium, wat nu nog leeg is, maar dat gaat niet lang meer duren, want daar. Klein Schumacher-achtig sprongetje is de winnaar van de Marlboro Masters 2004. De Fransman Alexander Premat, 21 jaar. Eric Salignon, zijn teamgenoot, is laten zien dat ze allebei voor ASM rijden. Salignon tweede. Hij lacht wel, maar als een spreekwoordelijke boer met kiespijn. En Carroll tevreden, P3. Voor de Franse coureur en het Franse team. Alexander Premat. Met links naast hem Eric Salignon. En rechts Adam Carroll. No prize today. Huh? No prize today. Het lijkt me dat het nu tijd gaat worden voor de champagne. Of in ieder geval eerst nog de bekeruitreiking. Even wachten op de heer Balkenende. Die toch wel een gave Formule 3 race heeft gezien. Hoop natuurlijk, wat vond jij van de wedstrijd? Ja, het was een heel erg spannende race. Natuurlijk als beslissende momenten van deze race eigenlijk de start, waar Salignon de leiding pakte. Vervolgens zagen we de safety car situatie waarbij Ferdinand Kohl hard achterwaarts de Gerlach bocht in de bandenstapels dook. En eigenlijk was het Alexander Premat die na deze safety car een klein foutje maakte door een te groot gat te laten met Eric Salignon die uitliep. Maar, zo kun je zeggen, gelukkig voor Prima kreeg deze de overwinning weer in de schoot geworpen toen Eric Salignon een klein foutje maakte in de Marlboro bocht. Misschien kun je zeggen in de schoot geworpen, dat zal echt niet in de boeken verdwijnen. In de boeken zal komen te staan
Alexander Prema, winnaar van de Marlboro Masters 2004. Ja, en daar komt Prema natuurlijk met een heel mooi lijstje winnaars te staan. Dat gaan we naar 1991, David Coulthard. Hij reed later Formule 1. 92, Pedro Lamy. Hij reed later Formule 1. 93, Jos Verstappen. Dat weten we. 94, Gerrit Wies. Dat is een van de weinige coureurs waarmee het misging na de Marlboro Masters. Roberto Fontana reed Formule 1. Kurt Mollekens besloot op een bepaald moment teambaas te worden. Hij won in 96. In 1997, Tom Coronel. 1998, de Belg David Salens. 99 won Mark Hines. 2000 won Jonathan Coschet. 2001, Takuma Sato. En die kent u natuurlijk allemaal. 2002 Fabio Carbone en 2003, het is al vaker gezegd, was Christian Klien de winnaar van de Marlboro Masters. Die reed een jaar later prompt al Formule 1. De vraag is natuurlijk wat er gaat gebeuren met Alexander Primat. Hij heeft in ieder geval een Mercedes achter zich staan, dus kijk niet vreemd op als hij dit jaar nog een keer een McLaren Mercedes mag uitproberen. Dat wachten we dan af. We zullen zien wat er gaat gebeuren met de toekomst van Primat, maar hij ziet er zonnig uit.